Vandaag een ode aan de 10 kilometer van Johan Olaf Kos Hamar, 1994. Het was zijn derde gouden medaille en zijn derde wereldrecord. En op die 10 kilometer reed hij echt een belachelijk wereldrecord. Hij reed alle schema's aan fladder. Hij dubbelde zijn tegenstander in de rit. Het was onvoorstelbaar. In de kleedkamer zat zijn trainingsmaatje en zijn goede vriend Bart Veldkamp te kijken. Ik keek naar die rondetijden. En toen vingen de camera's een hele interessante quote van Bart. Die zei... Niet. Waarom kon dat dan niet? Omdat Kos vlak voor die spelen ging deuken in een pakje boten schaatsen? Of omdat Kos altijd ging trainen met de stel Noorse langlovers die zoveel EPO hebben gebruikt dat ze nu nog licht geven in het donker? Of omdat Kos wel eens op de koffie kwam bij dokter Conconi, dat is een of andere Italiaanse dopingmengelen? Toen iemand daar een keer wat van zei, werd Johan Olaf Kos heel erg boos. Maar er is een zekere Amerikaan die heeft ons geleerd dat dat niet per se een bewijs is van onschuld. We kunnen ook gewoon vaststellen dat schaatsers nooit doping gebruiken. Dus ook niet deze Noor in het werkelijk schitterende rode pak. Johan Olaf Kos, hij reed later nog een Elfstedentocht uit. Hè? En hij heeft ook een stichting die dingen doet voor kinderen in de derde wereld. Hij doet best wel heel hard zijn best om te deugen. Ik kom nog even terug naar Bart Veldkamp, want die zat alweer ouderwetse tieren en te vloeken op een hotelkamer. Totdat hij er via teletext achterkwam dat hij een bronzen medaille had gewonnen. Dus hup, de jas weer aan, terug naar de vikingpit en even op de foto met zijn goede vriend Johan Olaf Kos. En alleen daarom al mag de 10 kilometer nooit, maar dan ook nooit verdwijnen.